heb nu laten zien hoe je aangepaste doelgroepen kunt maken. In deze video wil ik kort uitleggen hoe je lookalike groepen maakt. Lookalike groepen zijn eigenlijk manieren om een heel nieuw publiek aan te boren. En dat zijn groepen die dus lijken op doelgroepen die jij al hebt. Dus dat zijn groepen die zijn vergelijkbaar met jouw meest waardevolle doelgroepen. Ik kan hierop klikken op een vergelijkbare doelgroep aanmaken, maar we kunnen natuurlijk ook weer, als je in je advertentieaccount zit, weer terug gaan naar doelgroepen. Hier, en dan kom je ook weer in het scherm waar je die doelgroepen kunt aanmaken. Dus ik klik nu op vergelijkbare doelgroep. En dan klik ik gelijk eventjes de juiste pagina aan. Zoals we nu voor ons hebben, zien we gelijk alle opties die we hebben om een vergelijkbare doelgroep te maken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de pagina. Dan zou je bijvoorbeeld een lookalike groep kunnen maken van alle mensen die jouw Facebookpagina volgen. Kijk, Helptip Jordaan heeft bijvoorbeeld een fanbase. En Facebook kan eigenlijk al zien aan de achterkant, dat zijn mensen die wonen vooral in Amsterdam. Misschien zijn het wel meer vrouwen dan mannen. Misschien zitten ze meer in deze leeftijdscategorie. En wellicht hebben ze allemaal, weet ik het, een rode Ferrari, zal wel niet. Maar op die manier kan Facebook dus een groepje aanmaken die dus lijkt op jouw Facebook-volgers. Laten we er eventjes eentje gaan maken. Kijk, en hier kun je dus een land aanklikken en je kan zelfs een regio aanklikken. Dus wat ook handig is, stel je wil gaan adverteren in een ander land, maar je weet helemaal niet zo goed welke magazines daar populair zijn of welke events je wil aantikken, dan is het heel fijn om je nieuwe doelgroep te bereiken via zo'n lookalike groep. We tikken nu Nederland aan. En hieronder kun je gaan spelen met de grootte van de groep. Meestal als je een lookalike groep maakt van 1% in Nederland, dan kom je uit op ongeveer 100.000 personen. En als je naar de 3% gaat, dan kom je meestal uit op rond de 300.000 personen. Laten we een lookalike groepje aanmaken van 1%. Even kijken, wat ik ook nog wilde laten zien is dat je hieronder geavanceerde opties hebt. Dan kun je verschillende groepen maken. Bijvoorbeeld hier maakt hij 3 verschillende groepen voor je aan. En daarin zou je zelfs ook kunnen schuiven. Maar nu maak ik gewoon een simpele groep aan, een 1% lookalike groep. En dan klik ik op doelgroep maken. Dan wil ik er nog een paar laten zien. Wat je nog meer kan doen is bijvoorbeeld een lookalike groep maken van alle mensen die bijvoorbeeld al een proefweek hebben aangevraagd. Dat is ook best wel specifiek. En eigenlijk werkt zo'n groep best wel goed, omdat soms kun je misschien denken als je zelf een groep maakt op basis van interesses, dat alle vrouwen misschien tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. Maar wellicht kan Facebook zien aan alle mensen die zo'n proefweek aanvragen, dat het allemaal jonge meiden zijn tussen de 18 en 21 jaar. Of juist vrouwen tussen de 50 en 55 jaar. Dus op deze manier kun je dus meer datagedreven te werk gaan. Als we eventjes helemaal een recap nemen over alle doelgroepen die we tot nu toe besproken hebben, zit er eigenlijk een mate in van verschil waarin deze doelgroepen effectief zijn. Het minst effectief is eigenlijk het maken van een doelgroep op basis van interesses. Vervolgens zijn het de lookalike groepen die beter werken. En daarna zijn het de Facebook fans die je zou moeten targeten, dus de eigen fans. En die worden heel vaak vergeten, want heel vaak denken mensen, nee, ik wil niet mijn eigen fans lastigvallen, want zij zien mij al. Maar zoals jullie wellicht weten, zorgt het Facebook-algoritme ervoor dat maar 6% van jouw Facebook-fans jouw content ziet. Die fans zijn het de custom audiences die heel erg effectief zijn. Dat zijn bijvoorbeeld die groepen op basis van een video of op basis van een klantenbestand. En tenslotte hetgeen wat het meest effectief is, dat is de website retargeting. Dit was het, zo simpel is het eigenlijk. In de volgende video wil ik graag met jullie bespreken hoe je je plaatsbepaling kiest voor je advertenties. Tot de volgende video.